Laat ik even goed houden. Alles op de Frans. Nee? Ken je Frans? Ik ken Frans en ik spreek ook Frans. Oh, gelukkig. Hier schuin komen ze de bocht om, tegen de rijrichting in. Ja. De ploegleiders die achter de renner rijden, die schieten hier het fietspad op het park in. Dus je wil eigenlijk die lijn hebben achter het gemaal, begrijp ik. Dus daarachter. Voor het gemaal. Voor het gemaal. Hij zit net daarvoor. Hij was. Nou, deze jongen doet het gewoon uit het handje. Zal ik wel even weer... Denk jij dat het minder wordt? Nou ja, dan ben je een beetje die... Die werd er rondgehaald, ondanks dat het vochtig is, hè? Auto! Lachen, lachen. Het is toch gewoon... Zit er geen geluid bij? Ja? Brinkman wint op Varkenoord. Brinkman beheerst de fruitmarkt. In de Haag was Brinkman dat, voor de tweede maal de ronde van Feyenoord. Manus Brinkman zegevierde weer aan Sluisjesdijk. Ook Rotterdam. Ronde van Roosendaal voor Brinkman. Manus Brinkman was oppermachtig in de ronde van Krooswijk. In welk jaar reed u voor het eerst mee met de Tour de France? Ik geloof van in 67. Of 66, dat weet ik niet meer. Milaan-San Remo, Amstel Gold Race. Een ronde van Luxemburg. Het zijn allemaal overwinningen. Het zijn allemaal overwinningen. Tour de Catalonië. Sneller rouleren, jongens. Sneller rouleren. Allee. Rotterdam is altijd... Je had de ronde van het Winterdorp, de ronde van Katendrecht. De ronde van Krooswijk, de ronde van Kralingen, nou noem maar op. Overal waar vier straten bij elkaar kwamen, was er zomaar een wielerkoers. Ik heb de bel gehoord, jongens. Wegwezen. Hoog op. Vanuit mijn jeugd mocht ik nooit wielrennen. Want dat mocht van mijn ouders niet. Omdat ik eerst maar mijn best moest doen op de school om maar eens een keer een vak te leren. Zijn de pedaalrenners nou ook een kweekvijver voor jong talent? Ja. Wij hebben dus een jongen, Jos van Emden, die dus bij de Rabobank zit. En bij ons dus is begonnen als categorie 5. Dus een jeugdrennetje. Ja. Op een oude fiets. En die jongen hebben we dus op een gegeven moment begeleid. Dat hij op een gegeven moment bij die verenigingen en bij die grote continentalploegen terecht kwam. Dat hij zich nog verder kon ontwikkelen. En nu zit hij bij de Rabobank. En nu zit hij bij de Rabobank. Ga je kijken als hij hier start? Nog sterker, ik ben in Italië geweest, want hij reed Giro Italië dit jaar. Je hebt jongens die fietsen in de pedaal, dit is voor de naam. Maar net als ik ken toch jongens dat je zegt van, die konden niet fietsen, maar die bleven daar gaan tot dik en dun. Want als je nou gewoon, je hebt Manus Brinkman heb je ontmoet. Een legende? Ja. Echt. En waar zit hem dat in? Karakter. Ja. U zit in die zijspan. Ja. En wat had u toen gewonnen? De ronde van Feyenoord. Een racefiets, hè? En waarom zat u dan toen in de zijspan? Nou, race en een ronde. Hij had ook een krans om, hè? We ook een bloemenkrans gekregen. Wat een hoop mensen staan er langs de kant. Dat was verschrikkelijk. Feyenoord, dat waren duizenden mensen. En dit is ook een mooie foto uit België. En wie bent u op de foto? De winnaar. Hier zo. En dat waren allemaal kunstbloemen.
Neppets waren dat. Ja, ik heb een heleboel gehad op de deur. Weg met die stofnesten. Nu maar op. Fin de deux, hein? Ja. Petite explication, donc la course va arriver sur les voies de gauche, la ligne d'arrivée, la tribune de presse et la gageure. En fait, le souhait c'était de positionner le podium protocole avant la passerelle. Nou heeft de gemeente miljoenen betaald hè, voor dit evenement, maar mogen jullie dan ook alles zelf beslissen? Nou, zij bepalen. Zij bepalen. Zij hebben zoveel ervaring met dit soort evenementen dat wij kijken wat mogelijk is, maar zij geven toch in belangrijke mate de richtlijnen. Het is meer dan richtlijnen, de regels aan. En daar zijn ze heel strikt in. En terecht, want dat geeft in ieder geval duidelijkheid. Ja, dus die gaan eruit. Dus deze vluchtheuveltjes die daar ook, hè? Die gaat eruit. Rabo en de Tour, dat heeft natuurlijk iets te maken met de wielerploeg. En dat doen wij al jaren. Dat wordt vooral centraal gedaan vanuit Utrecht. En wij zijn als lokale bank zijn wij aangehaakt. Omdat hier dat prachtige tour-event is in Rotterdam. En wij hadden natuurlijk in Rotterdam al iets met wielrennen. Want wij doen alweer een jaar of vijf doen wij de zesdaagse. Dus voor ons was het eigenlijk appeltje eitje om hier zeg maar volledig op in te spelen. Een jaar of vier geleden, denk ik nu al, zat ik in de Pijp te eten. En toen kwam Opstelten binnen met zo'n hele restaurant in Rotterdam. Kwam met een hele delegatie binnen van de Tour. En ja, die moesten daar zeg maar ook een geheim beraad. En ik was er toevallig ook. Coincidence, zullen we maar zeggen. U kunt goed een geheim bewaren. Wij hebben elkaar altijd. Wij kunnen heel goed geheimen bewaren. Dat is onze professie. Dus wij hebben vriendelijk naar elkaar geknikt. En daarna is het stil geworden. En opeens was de Tour in Rotterdam. Meneer Opstelten, uw droom dreigt uit te komen. Was het ingewikkeld om het voor elkaar te krijgen? Nou, het was. Je moet geduld hebben. Dat werd. Jean-Marie Leblanc die zei de eerste keer: patience, monsieur le maire. Patience, s'il vous plaît. Nou. En wat bedoelde hij daarmee? Dat bedoelde hij gewoon, het komt wel een keer, maar je moet een beetje tijd hebben nemen. Nou, we hebben er ook 6, 7 jaar over gedaan. Het is gewoon, ik denk dat we het wel goed hebben gedaan. De goede formule. Teun van Vliet is daar heel belangrijk bij geweest, want die begreep, de oud-wielrenner, hè? Die hield ons scherp wat we moesten doen. En wat we vooral niet moesten doen. Niet met de vuist op tafel moesten slaan en zeggen van monsieur le directeur, wanneer krijgen we dat nou eens een keer? Christian want to see the podium. Ja, oké. Moet er nog wel? Ja. He is not satisfied with the. Yes, few question, perhaps. Okay. We lopen even terug. Le patron, hè? Il décide. En how many boats do you imagine on the river? Yeah, as much as possible. Everybody is willing to come. I spoke to the port authority, and they agreed that there are so many questions, but their problem is how to organize everything. And keep the traffic on the river, keep the traffic going. They will bring in a few of their own boats, like those are the police boats, and which do the water like you had over there. So I think for the picture it will be fantastic. We zijn nooit met vakantie geweest met z'n tweetjes of met de kinderen. Altijd naar wedstrijden, de kinderen mee. Maar hij mist dat ook niet, want hij was helemaal gek van het fietsen natuurlijk. Iedereen die op de fiets klimt en die sport gaat beoefenen, die wil de Tour rijden. Anders moet je geen wielrenner worden. Dan moet je plezierfietser worden. Om een Tour te winnen moet je ook een heel speciaal karakter hebben. Dan moet je 10 keer dood kunnen gaan op de fiets. Hoe bedoelt u?
Nou echt 10 keer dood kunnen gaan. Dat je denkt, ja, nou is het over. Nou gaat het niet meer. En dat karakter had ik dus niet. Nee? Nee. Er is geen sportman zo fanatiek als een wielrenner. En als je niet fanatiek bent, dan heeft wielrennen geen zin. Het klinkt niet altijd even leuk, maar ja, dan moet je echt soms vervelend fanatiek wezen. En dat is ze geweest hoor. Wij zijn dus met het team waar we nu mee bezig zijn, al ruim een jaar zijn we met elkaar aan de slag om dit allemaal in goede banen te leiden. Nou, wat willen we er nu mee? Wat zijn de verwachte resultaten in Rotterdam? Ik zeg wel eens, ik heb van de gemeenteraad 12 miljoen euro in de binnenzak gestopt gekregen. En de gemeenteraad heeft eigenlijk gezegd, we willen voor elke euro die erin gaat, willen we er minimaal 3 terug in de kas van, niet zozeer van de gemeente Rotterdam, maar in de kas van de lokale ondernemers en de Rotterdamse economie. Dat is mijn kamertje. Dat is helemaal voor mezelf en dat blijft zo, heb ik gezegd. Ik heb alles weggezonken, mijn lieve Ega, maar dit blijft zo. Daar zijn mijn herinneringen van ja, zeg maar 35 jaar, mijn stickers waar ik geweest ben in de wereld en natuurlijk ook het wielrennen. Ja, ik heb hem hier met handtekening. Kijk, Bernardino. Ja. Die heb ik ontmoet in Martigny. Mm-hmm. En daar heb ik kennis gemaakt, onder andere ook met andere mensen van de Tour de France, met Christian Prudhomme, Laurent Jalabert. En Martigny is een plaats in? In Zwitserland. En dat was dus de rustdag. En ik had mijn kaartje bij me en mocht ik dus naar binnen toe. En op het kaartje stond? Dus Leen van Wingerden, Votre Guide, Interpret, uw gids, tolk, sample. Ja. Ik was in de Provence. Er was een antiek matje en ik pik ineens die kaart eruit. Van Joop Zoetemelk met handtekening. En waar staat die handtekening? Die staat hier rechtsboven. En ik was dus bij de Amsterdam Gold Race in 2005. Ik kom Joop Zoetemelk tegen, die had een interview gehad met Mart Smeets, die ik ook een paar keer ontmoet had. En ik zeg, ja, ik heb nog wat bijzonders. Ik zeg, ik heb hier een kaart van die met handtekening. Hij zegt, hoe komt u eraan? Ik zeg, nou, die heb ik gekocht op de antiekmarkt. Hij zegt, dat mocht helemaal niet. Ik zeg, maar ben wel zo vriendelijk om nog wat neer te zetten. Dat heeft hij hier neergezet voor Leen, Joop Zoetemelk. En Jan Jansen stond naast me. En dus hij zei op een gegeven moment, moet ik ook tekenen. Jan Jansen had ook een paar keer ontmoet. Voor mijn vriend Leen van Jan Jansen. En waar bewaar je die kaart nou precies? Die kaart hier, daar heb ik zo'n klein kaartje, laten we zeggen een klein kluisje. Dus daar gaat hij erin. Ja, dat is een speciale. Als mijn kinderen hem niet willen hebben, gaat hij naar het museum toe. De ronde van Breda gereden, die heb ik wel eens gewonnen. Wat had je, Waspik, alle kleine plaatsjes daar heb ik gereden. Als je een plaatsje opnoemt, dan zeg ik, ja, daar heb ik wel eens gereden. Nou, die prijzen natuurlijk in de 60e jaren, dat was helemaal niks. Want daar reed je voor dameshakjes, reparatie heb ik gehad, een Delfts blauw theeliggie. Een broodtrommel, een plastic speelgoedauto voor de kinderen. Dat was dan de hoofdprijs van een kind? Nee, dat waren de premies. Ik weet wel dat ik prijzen gewonnen heb, dat je dacht dat je heel wat had. Dat je deed sputten voor een paar tuben. Riepen ze om een paar tuben als premie. Nou, rijden, zo hard als ik me kon. En er was s'avonds de prijsuitreiking, maar een tube scheercreme. En ik had nog geen eens een baard. Een zwaan. Oké, hey. Een gans. Een gans. Dat was een prijs? Ja. Nee, premie. Premie ook. Ja, en dus ik woonde daar in de buurt, in Maasland. Dus ik ging, maandags ging ik die gans halen bij een boer in Monster. En ik kom daar zo en zet die boer met zijn been in het gips op tafel. Ik zeg, kom een gans halen. Hij zegt, ja joh, hij zegt, ik kan niet mee. Hij zegt, want ik heb mijn been gebroken en ik kan niet lopen. Hij zegt, die ganzen lopen dan ginter. Ik zeg, ja, wat moet ik daarmee? Hij zegt, stuur wel een kleine jongen mee, die pakt de dikste. Hij zegt, zoek de dikste maar uit. Hij zegt, dan pak die jongen er wel. Nou, dat vind je met me mee, zo'n kereltje. Hij zegt, zoek hem eens uit. Ik zeg, nou, dat is een dikke daar zo. En die jongen die duikt op die gans, weet je wel. Ik zeg, ja, ik zeg, en nou? Hij zegt, zijn nek omdraaien, zegt hij. Ik zeg, nou, dat doen we dan. Ik zeg, hou jij zijn kop vast, dan ga ik met zijn lijf draaien, weet je wel, wij draaien. Ja, toen liet hij me weer los en die nek draaide weer terug en de gans die ging weer pleiten. Dus zeg, had hij die premie niet? Had die, ja, maar nog een keer gepakt en eentje verder gedraaid toen weer, weet je wel. En,
Hier is de Ronde van Nederland, het Coolsingel. Leen, wat is jouw taak vandaag? Nou, mijn taak vanmiddag is dus, ik probeer dus mijn kennis van de Franse taal ter beschikking te stellen voor de mensen die geen Frans spreken. Maar dat doe ik dus nu op eigen initiatief en volgende week zijn de sollicitaties om definitief tolk en eventueel gids te worden. Hallo Jo. Hoi. Dat is goed. Hallo. Hoi. Monsieur, bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Bienvenue. Bienvenue à Rotterdam. Hein? Merci. Voilà. Je, Christian Prudhomme, je vous souhaite la bienvenue à Rotterdam. Hein? On s'est rencontré à Martigny. Voilà, signature. Voilà. C'est de Amstel Gold Race. Ah, yes, Monsieur Hino, soyez le bienvenu. C'est un peu de Martigny. Pardon. Bernard, monsieur Bernard. Vous vous rappelez? Voulez-vous faire une petite signature? Voilà, merci bien. Hein. C'était grand, hein, Martigny, vraiment. Heb je nog wat kunnen doen? Nou, voilà, welkom heten enzovoort. Gezellig, handtekeningen gekregen. En, hoe was de sfeer geweest in de trein? In de ja, ambiance, de l'ambiance, vraiment. Hartstikke goed, ja, oké. Okay. Ja, allemaal, Jo. Hé, hey, voilà, ja, sorry. Ja. Joop, ben je recht? Hey, ja. Ah, voilà, formidable, hè. Le grand. Plan? Nee, eigenlijk niet. Wat lag er dan wel? Nou, Opstelten wilde gewoon een tour bezoeken. Jongensdroom, zo begon het. En vroeg, kun jij dat regelen? Ja, en als zijn toenmalige rechterhand zei ik altijd wel ja tegen dit soort dingen. Dus, nou, dat gaan we gewoon regelen. Ik zie wel hoe we dat gaan doen. Meneer Opstelten is er vanavond niet, hè? Nee. Waar is hij? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel waarom hij dat niet doet. Omdat het een heel zuiver mens is. En zegt, ik ga mijn opvolger niet voor de voeten lopen. Ik heb die tour binnengehaald, daar ben ik echt trots op. En hij zal er ongetwijfeld zeker zijn bij de Grand Départ. En krijgt ook een hele mooie plek. En hij wordt ook bijzonder gewaardeerd door de tourorganisatie, en dat weet hij ook. En hij laat dit aan ons. 5, 4, 3, 2, 1... Zijn het pedaal, dit is allemaal. Ja, ik ken ze allemaal, die jongens. Ja, wie staan erop dan? Hanswijk, Kees Smit en Dion van Koster. Kijk hoor. Hans Buijs, ik samen. Daar heb ik ze een beetje gehad. Ja, dat ken ik allemaal wel. En die wedstrijd weet ik ook nog wel. Dat was leuk, dat was het officiële parcours van het pedaal, dit is. En wat was jouw sterkste punt? Nou, ik kon alles. Ik kon alles, maar ik moest sprinten, dat was mijn sterke punt. Wat was het hoogtepunt in jouw wielercarrière? Nou, in 1967 werd ik sprintkampioen van Nederland. Dus, en het ging om 1967 en het ging om de snelste. Dus dat lukte me. Ik was veel beter als de mensen zou kunnen begrijpen eigenlijk, zo goed was ik. Dus toen was ik doorgegaan, had ik voor mijn 24 had ik wel wereldkampioen geworden. Wat ben je dan gaan doen toen je gestopt was met wielrennen? Dan ging de autohandel ging in. Autohandel. Ja, om geld te verdienen. Het ging alleen om geld. Want alle tijd op geld. Zonder centjes heb je niks. En dat lukte wel.
Dus ik heb geld gehad. Dat ging goed. Maar ik ben het ook allemaal kwijtgeraakt. Dus, ja. Ja. Niet iedere pedaalridder is goed terechtgekomen, hè? Wiebke Koopmans is heel anders gegaan, ja. Klopt. Ja, die kom ik heel af en toe nog eens tegen. Dan is hij aan het trainen voor de Tour de France die hij mee gaat doen. Zoals hij dus, als hij het vertelt. Ja. Ja, hij ging ook naar Frankrijk toe. Dus hij was daar helemaal mee bezig. Ja, een man die een hele eigen wereld leeft. Ik heb 40 jaar dag en nacht doorgelopen om te overleven. 40 jaar? 40 jaar, ja. En waar sliep je dan? Ik sliep niet. Doorlopen gewoon. Doorlopen of je ging even zitten op een bankje een uurtje, anderhalf uur. En dan ging je door, want je kon niet zitten, want anders ben je aangevallen. En dan ging je open, als je open raad. Mm-hmm. Dan ga je dood. Dus 40 jaar is lang, hè? Ja, dat is wel lang. Dus ik heb nooit gebedeld. Dus bedelen, dat deed ik niet. Ik had vaste kennis, daar kreeg ik al die geld van. Dus ik kon iedere dag terecht. Dat was al niet veel, maar mijn joegjes en 5 gulden en zo. Maar dat kon je van eten. Dat is wielrennen weer. Dus, dat afzien van wielrennen, dat is ongeveer hetzelfde te vergelijken met het doorlopen, dag en nacht doorlopen, 24 uur per dag doorlopen. Weet dat, die hekken zetten, daar heb ik geen zin in. Nee. Ik kan dat nog wel, maar ik heb daar geen zin in. En wat trekt u aan de Tour de France? Waarom wilt u vrijwilliger worden voor de Tour de France? Ik wil vrijwilliger worden voor ieder groot evenement in Rotterdam. Want Rotterdam moet heel erg goed op de kaart gezet worden. Wat is uw motivatie? Gewoon het contact met mensen. Contact met mensen, ja, dat is ook erg leuk, hè? En dat is een gedeeltelijke motivatie en dan de sport. Je kan me ook op televisie kan je me nog zien, want ik sta nog steeds op Intertube met wet dat ik het kan, heb ik ook nog meegedaan. Oh, maar bijvoorbeeld geen verkeersregelaar. Dat heb ik een paar keer gedaan en dat wil ik niet meer. Gelijk de heer Opstelt er tegen praatje mee gemaakt en Christian Prudhomme. In het Frans natuurlijk welkom geheten en bedankt voor Rotterdam en zo. Ik spreek meer taal. Engels, Duits. En Frans? Frans ook, een beetje. Een beetje. Spaans ook redelijk. Kijk. En Bahasa. Sorry? Bahasa. Ik heb met alle grote mensen gesproken. Ik heb ze ook verwelkomd. In het geel? Ja, in het geel van Rotterdam. En ik heb met iedereen kennis gemaakt in de Village Depart. Ik heb ze in Egelen begeleid en ook in Cluze. En de kinderen volgens mij. Ja, al 60 jaar. Ja. Ik ben dus ook leraar Frans geworden vanwege de Tour de France. Dus kind, ik ook vloeiend Frans. Je parle français couramment, pas de problème, voilà la photo, et cetera. Leent geweldig, joh. Ja. Nou, hier draaien we het parcours op. En dan gaan we hier rechts, moet je je voorstellen, Mario, dat is met de auto is dat al een uitdaging. Als je hier op volle snelheid ligt en dan hier rechtsaf die slinger maken, moet je zien hoe smal het hier wordt. Ja. Zie je? Gaan jullie hier nou ook vlaggen van de Rabo ophangen? Nee, niet aan het parcours. Nee, we hebben hele strikte regels gekregen van wat er wel en wat niet mag. Dus wat wij hebben gedaan, dat zul je straks zien bij ons kantoor op Zuid. En ook als we langs de kunsthal gaan en ons kantoor aan de Blaak, daar zie je dus wat van die uitingen. En voor de rest is zelfs het vlaggen, dat was vanmorgen nog op de radio, een van de verordeningen vanuit de gemeente. Ook Abu Talib heeft gezegd van er wordt geen enkele vlag opgehangen, anders dan van de sponsoren. Kijk, hier hebben die renners op dat gebouw laten zijn. Ja, dat is goed gedaan. Maar dit zijn ook uitingen die mogen, hè. Dat heeft alles te maken met wielrennen. Je ziet ook nauwelijks iets van Rabo. Kijk, en dadelijk heb je hier een mooi shot daarboven, zie je? Van ons pand. Ja, dat is goed opgeplakt. Als ik het goed heb gezien, kan je het hier ergens moet je een wond zien zitten. Hier en hier. Kijk hierachter. En die is nog van het fietsen? Dat is van het kruis. Dat is een litteken geworden. Maar ja, daar leer je mee leven en het doet geen zeer meer. Nou, niet meer. Dus zaterdag moet je dan fietsen, hier in de omtrek. En zondags in Brabant. Dan reden we al die koersen met elkaar. Maar we gingen op de fiets naar de koers toe. Het is niet zoals vroeger of nu is, allemaal met de auto. Dat werd niet gedaan. Dus dan fiets je vanuit Rotterdam naar Brabant? Ja.
En dan moet je dan de koers nog? Daar reed je de koers van 100 kilometer. En dan gingen we samen weer terug, een rugzak op je rug. En dan gingen we weer terug naar huis. Kijk, mijn eerste wedstrijd in Ronde van Friesland, ik was 18 jaar, nam ik een boterham met vis mee. Nou, als je dat nou zou gaan vertellen, dan lachen ze je uit, een boterham met vis. Wat voor vis? Ja, dus de graad zat er nog in en ik stak de dievenmoord zo wat. Wij reden met een halve kip in de zak. Een halve kip? Ja, en moest eten. Echt een halve kip? Ja, stukken kip, ja, natuurlijk, echt stukken kip. Ja, ik had op de brintaal, maar dat was aangepast, dat deden ze ook allemaal wel. Brintaal, macaroni, spaghetti, rijst, pannenkoeken, dat zijn heel goed pannenkoeken ook. Pannenkoeken met stroop. Fietsen, daar gaat het, Zaterdag om. Cafreren. Beste van het beste. Daar gaan ze zaterdag op knallen. Over de Erasmusbrug. Hè. Ja, ja. Wat ik me een beetje afvroeg, want jij hebt het natuurlijk ook verkend. Als je zo richting Ahoy gaat, hè, ja, dan heb je die gigantisch hoge trottoirs. Heb je, ja. Hè? Ja. Nou, het wordt heel smal daar. Nou, maar dat valt mee. Je rijdt maar alleen natuurlijk. Dus ja, dat gaat geen probleem zijn. We hebben grotere gevaren later in de Tour. Ja, ja. Zoals de kasseien moeten en de bergjes. Ja. Maar in de regel kan er zaterdag niks gebeuren. Alleen als het onweersbui komt, dan wordt het natuurlijk spiegelglad in de stad. Maar dat is voorspeld, hè? Dat is wel voorspeld, ja. Netjes een polsbandje omdoen. Is zo. Vinger ertussen houden, zodat je weet dat er een beetje ruimte tussen is. En dan laten we dit er niet aan zitten. Dat staat heel slordig. Leen, wat is nou jouw functie hier vandaag? Ik ben dus teamcaptain en ik moet zorgen dat alles gesmeerd loopt. En hier de gasten dus met deze jonge dame Diana. Dus de gasten welkom heten namens de organisatie van Le Grand Départ. En ze een fijne middag toewensen. En avond eventueel. Maar dat heeft toch niks met vertalen te maken? En dat is toch jouw specialiteit? Nee, dat dan niet. Dat is bij toeval gebeurd. Dus had ik niet aangevraagd. Want ik wist ook niet dat het hier was eigenlijk. Later hebben ze dat aan me gevraagd. Nou, ik vond het een leuke opdracht om te doen. Goedemiddag, mag ik u van harte welkom heten namens de organisatie Le Grand Départ. Ik wens u een hele fijne dag toe en avond en genieten van dit mooie spektakel in onze stad van Rotterdam. Daar verwachten we veel van, maar dat mag hè. Ja, zeker weten wij ook. Ja, ja, fantastisch. We zijn ook blij dat we uitgenomen zijn. Ja, prachtig, ja. Gaat er gewoon. Welkom aan boord. Dank u wel. Kennen jullie allemaal? Ja, bijna. Bram. Even. Dag Bram. Koert Beerman, Rabo Rotterdam. Hi. Hoe was het parcours? Winderig. Ja, nou, dat dacht ik al wel. Ja. Rotterdam staat er onbekend, maar zeker als je naar Zeeland gaat, dan wordt het... Maar volgens mij wel prima hoor, ja? Want het gaat over een grote weg. En Nederland staat bekend om zijn vluchtheuvels en drempels en alles. En volgens mij valt dat heel erg mee. De druk ligt op jouw schouders, want er is natuurlijk veel... Veel verwachting, hè? Ja, we gaan het zien, hè. Ja? Ik zal mijn best doen, maar kan ik dat niet doen. Ja, kun je niet doen, toch? Nou, wij zijn hartstikke trots op dat je... Ja. Hier voor ons gaat rijden, want we staan er ontzettend veel langs parcours van de week. Ja? Hey, succes hè? Jo, dag. Nou, mooi. Oh, dat was een grote talent. Ja, dag. Alles goed? Ja, goed weer. Hallo, Marie van der List, Rabo Rotterdam. Wat waren nou voor u de hoogtepunten in uw wielercarrière? Nou, moet ik goed horen. We hadden de kampioenschappen. Nederland. Ik ben meegereden in 48 op de Kouwberg. Ben je nog nummer 3 geworden met fietsen? Nee, geen 3. Nee. Goud, zilver en bons had ik niet. Nee, dat had ik niet. Ik was helemaal gek van home trainen wedstrijden. En daar werd ik kampioen van Nederland op. Kampioen op de home trainer? Is die geweest, ja. Ja.
Was u trots? Heerlijk, nog. Echt waar? Ja. Ja, ja, ja. 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 Dat was echt een sportman hoor. Ja. Ja. In 1963, toen reed hij de Olympiatour met Jan Janssen en zo. En toen reed hij de bosjes in. En toen is hij gewond geraakt in zijn liesstreek. En ik moet zeggen dat vanaf die tijd dat hij minder is gaan rijden. Maar hoe kwam u dan in die bosjes terecht? Dat is gekomen omdat je altijd, nou achteraf ga je terugkijken, verkeerde dingen hebt gedaan. Dus daar bedoel ik zo mee. Als je in 200 kilometer wedstrijd moest rijden, wat nam je mee? Een kruikje drinken. Een banaan. Nou, daar kan je geen 200 kilometer op rijden. Bananen was hulpvoedsel voor wielrenners. Rijstenblaadjes en bananen. We leefden als apen. Nou. Je reed op je bananen, dat was voedsel. En dan hadden we nog eens de aardigheid. Dan hadden we allemaal zo van die spullen bij de gouden dik op je rug. Allemaal prut. Het klapte zeker niet, die bananen hadden. Het was allemaal prut. Ik ben één keer paard geweest toen ik in de Ronde van Zuid-Holland. En toen waren we z'n tweeën weg. En ik moest op 300 meter stop rijden. Stop het! En toen zegt die tegenstander, zegt hij bij zijn dag gefeliciteerd. Hij zei, ik ken die sprinten. Ik zei, jammer dan voor jou. En ik krijg een lekker band. Vreemd nooit. Ja, toen werd hij toch ooit. Maar wanneer sloeg u dan op die banaan? Ja, dat deed je anderen natuurlijk. Pas klets. Onder het fietsen. Een klap erop geven. Ja, natuurlijk. Dus je bent... Dan krijg je toch de natte billen. Ja. Lekker smurrie, ja, ook. Lekkere natte billen. Ja. Ja, je moest wel natuurlijk al die tijd moest je dat meenemen. En jij lekkere natte spullen en dan op die rug. En dan zeg ik, leuk waar. En dan heb je trainen, hè. Training zetten. Dan gaat hij goed, dan ga je steeds harder fietsen. Dan ga je lekker zacht dan zitten. Een wedstrijd van 150, 160 kilometer. Op 10 bananen. Goed dat het geen perziken waren, want er komt nog veel meer uit sap. Ja. Die perzik of pruim. Leuk hè? Frans heeft een voorspelling gedaan voor zaterdag, de proloog, waar de eerste Rabo-renner is. Die van jou graag? Top 10. Oké. Okay. Consistent, ja. Geweldig. Hartstikke veel succes. Niet, ja, wel. Niet afgesproken. Nee. Ja. Nog niet overal. Helemaal goed. Succes. Okay. En geniet ook een beetje van deze mooie stad. Hè? Ja, hè? Zeker. Oké. Okay. Goed zo. Is het voor jullie ook belangrijk als dat inderdaad lukt, die top 10? Ja, nee, maar erger. Het moet, wij gaan altijd voor de top. Dus ik hoop dat ze als zich... Bank bedoelt u. Ja, sowieso. En bankieren is ook topsport. Dus vandaar dat het zo goed past bij ons als Rabobank, ja, en Mario. Klopt. We zijn natuurlijk eigenlijk met ons hoofd allemaal in het oranje bij het WK. En er komt in één keer dat geel een beetje zo tussendoor. Gaat het wel samen? Het gaat heel goed samen. Ik weet niet of u het weet, maar ons hart heeft twee kamers. Eentje voor oranje en de andere kamer is nou eenmaal, hoe het went of keert, altijd al geel gekleurd. Al sinds decennia. De Nederlanders doen het altijd erg goed op de Tour de France. Het is altijd spannend dat Nederlanders eraan meedoen. Ja, en als het de start in Rotterdam is, man, wat wil je nog? En een mooi publiek ook, het wielerpubliek. Lekker relaxed. Helemaal geen zorgen. Helemaal geen zorgen. Geef je zo'n stormachtig applaus. Jan Janssen en Jan Zoetemelk. Zwaaienhuizen. Ga je bestaan in Zwaaienhuizen. Jan en Jan. Perfect. Echt met de jongens. Samenhorigheid, dat was er wel. Wel na de wedstrijd. Niet in de wedstrijd, maar na de wedstrijd. In de wedstrijd was het haat en nijd. Om het dan zo zeggen. Want ze trokken rustig van je shirtje. Dus ook, zeggen... ook uw ploeggenoten? Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Tuurlijk, want dat waren geen ploegen. Dat waren allemaal individuele mensen. Echt heel brutaal. Je trekt je gewoon onder de shit, zo van het zadel. En dan houden ze je zadel vast. Ik heb één keer op de Kuikberg gereden. Heb je daar nog foto's van? Nee, daar heb ik geen foto's van, want toen lag ik 6 weken in het ziekenhuis. Wat was er gebeurd dan? Nou, we waren naar boven gegaan van Meersen en van boven. En toen ging het heel langzaam, lekker naar beneden, rugzakje op mijn rug.
En op een gegeven moment ging het steeds harder, steeds harder, steeds harder. Dus mijn benen die vliegen uit die toeklipsen. Hij had vroeger nog toeklipsen. Benen wijd. En dat ging met een kilometer of 70 zonder remmen naar beneden. En beneden aan de Kouberg heb je twee dingen. Je hebt het Engelenpoortje, wat de toegang geeft tot de markt. Mm-hmm. En je hebt de gemeentegrot. En van de andere kant komt er een weg van Berg en Terblijn naar beneden. Dus ik zag die gemeentegrot, een heel donker gat. Ik denk, daar moet ik niet in. Ik ga het poortje door. En er kwam een auto, die kwam van Berg te Blijk naar beneden zo. En die ging voor dat poortje staan, dus ogen dicht. Recht op die bumper. Mijn fiets schoof helemaal in elkaar. Ik door het poortje heen en ik lag 6 meter verder in een bloemenkraam. Alle emmers ondersteboven. Zaterdagsmiddags om 3:30. Nou, geen haar meer op mijn kop, geen broek meer aan mijn lijf. Alles was kapot, mijn fiets helemaal in elkaar. En toen lag ik daar, toen kwam die fiets, die kom achter me aan. En die remhendel die schiet er hierin en die kwam er hieruit. Nou, ja, echt waar. Als het dan spiegelglad was, hè, het geregend had toen te keien. Ja, dan ging je, daar ging je allemaal onder, maar 9 van de 10 ging je er onderuit. Dan ging je met je, wij noemen het met je maal over de keien. En dan hebben wij dat, dan glij je met je maal over de keien. Met je wat? Met je gezicht, zeggen wij dan. Maar wij zeggen, met onze mouwen over de keien. En dan maak je schuiven. Je poot open, hop. Maar ja, als het niet te veel zeer doet, dan ga je door. Ik heb 6 weken in dat ziekenhuis gelegen. En toen kwam op een gegeven moment kwam die adjunct-directeur. Hij zei, Leen, hij zei, je hebt je zo gedragen. Hij zegt, hier heb je treinkaartje, je mag morgen naar huis. Ik zei, ja, naar huis. Ik zei, treinkaartje. Ik zeg, maar waar is mijn fiets? Hij zei, dat weet je toch, die lag helemaal in elkaar. Ik zeg, in elkaar? Ja, ja. Hij zegt, daar is niks meer van over. Hij zegt, maar hij zegt, je kan toch nog wel wat meenemen? Ik zeg, ja. Ik zeg, mijn zadel is heel, mijn remhendels zijn nog heel. Zet de koers allemaal geld. Hij zegt, nou, wacht maar even. En toen hadden ze een soort opklapbed staan en er stond geen bed in. Schoof hij de gordijn opzij. Hadden ze mijn hele fiets op laten knappen. Dat is mooi. Ja, schitterend. Nou, en ik zeg tegen hem, ik zeg, ja, ik zeg, hier heb je je treinkaartje terug. Ik zeg, ik ga morgen op de fiets van Maastricht naar Rotterdam. Hij zegt, dat kan niet, want ik zat helemaal ingepakt. Enkel mijn ogen kwamen eruit, mijn mond dat ik kon bewegen. Mijn knieën helemaal dik, helemaal in verband, zo stijf. Ik zeg, jongens, ik zeg, jullie halen onderweg een kogelflesje limonade voor me en een gevulde koek als ik honger heb. Ik zeg, ik ga fietsen tot Rotterdam. Nou, dus we gingen op de fiets morgens. Om 6:00 en ik kwam de volgende morgen om 6:30 bij mijn vader voor de deur. En dan waren ze net de kleiweg, waren ze met de riolering bezig en er lag zo'n houten plank over. En ik wil over die houten plank stappen, maar ja, 208 kilometer gefietst een hele nacht door. Dus ik donder van die plank af, zo die geul in. Dus er lag zo van dat gaswater, van de gaswater lag erin. Dus ik zag er niet uit, helemaal kop in verband, enkel mijn ogen en mijn mond. En dan helemaal onder de bagger, dus ik druk op dat belletje. Mijn vader die komt. Hoe kom jij dat doen? Wat heb je nou? Ik heb het goed gedaan, vind ik ook wel. Heb je zelf het goed gedaan? Ja, ik zeg altijd, ik schenk koffie in. Wat zeg je? Ik schenk de koffie in. Bravo! Mag ik er even tussen? Natuurlijk, kijk, het is allemaal geen probleem. Ik ben ontzettend trots op Jos natuurlijk. Hè. Jos is een karaktermens. Het is een vechter. Hij zal nooit opgeven. En hij gaat ervoor. Ik bedoel, afgelopen kampioens van Nederland hebben we echt weer kunnen zien dat hij echt een karaktermens is. Ik bedoel, hij heeft geknokt van wat hij waard was en hij wordt gewoon kampioen van Nederland. En is het nou zo, is dat een typische pedaalridder, zeg maar, mentaliteit? Dat heeft hij van mij meegekregen toen hij 12, 13 was, ja, klopt. Inderdaad. En ik zal één ding vertellen, dat is het karaktermens wat ik nu ga je gaan vertellen. Jos belt me bijna 2 keer in de week op. Waarover dan? Al over de wielersport. Nou, als ik wat moet weten, bel ik Herman. Ja, 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 ja. Ja, dat is echt waar. Kun je even een gebaar naar mijn camera maken van ik ga het worden?
Die komt echt wel. Als die rijden, serieus, ik weet niet of die verkering hebben, of dat hij een meisje heeft of wat ook. Hij heeft, sinds kort heeft hij een meisje. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk niet vergeten dat, dat als je dus verkering krijgt, dat in de wielersport toch het wielrennen toch het belangrijkste is. Het meisje hangt er gewoon bij. Als je verkering hebt, maar niet te veel aanhalen hoor, want jij moet je eigen tijd bepalen. Ja, nee, heb ik al duidelijk gemaakt. Als je niet gek maakt, want dan is het over, hè? Hey, Gerold. Die auto, als je wint, neem je auto mee naar huis. Ja. Ik ging s'avonds, lag ik om 7:30, 8:00 in mijn bedje. Begrijp goed wat ik bedoel. Dan moet je blijven serieus trainen. Nou ja, dat hoef ik niet te vertellen. Maar dan kom je er, anders kom je er niet. En dat vrouwtje is leuk, is erg leuk. Maar de tijd is voor jou. Oké, ga maar aftellen, Mark. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ja. Ja, dat gaat helaas niet meer, hè? Jammer. Ik ben geen beroeps geworden, want dat wilde ik niet. Jammer. En dat is alleen nog, dat heb ik al. Nou ja, goed, tegenwoordig is het natuurlijk heel erg. Met die, ik noem het maar snoepen, want meer zeg ik maar niet erover, over die sport. Ik vind het zo doping? Erg. Ja, doping, ja. Ik vind het zo erg. Het is zo'n prachtige sport. Ik had het kampioenschappen ook van Nederland. Nou ja, zitten er een paar, die zitten dan zo'n beetje van alles en nog te doen. Ik had het zo door. Ik dacht, oh nee. Nee hoor, dat doet niet. Nou, laat ze maar gaan dan. Zijn het locomotieven? Dan zijn ze weg. Je houdt ze niet. Werd er ook gesnoept bij de nationale kampioenschappen op de home trainer? Nee, zeker niet. Het was een andere wereld, de weet je. Nee, dat was niet zo. Nee, dat lag anders. Nee, dat was het niet. Ik heb geen doping gebruikt. Dat was in 67. Dat had ik niet. En toen stopte ik ermee, dus ze zeiden dat ik dat wel gebruikt had. Toen ben ik gestopt. En hoe kwam dat verhaal dan in de wereld, dat jij doping had gebruikt? Ja, dat is nu allemaal. Dat is nu, maar dat was toen niet zo, want dat was toen heel onbekend trouwens ook. En dat hadden wij als sprinters niet nodig. Dus wij hadden niet gebruikt, Jansen ook niet. Ook niet. Maar met die flesjes, dat was een chaos. Je wist niet wiens. Het flesje, dat hoefde niet voor jou te zijn. Er werd mee gesold en zo. Dokter Reulink, dat was de pillendokter van Nederland, met meneer Thomas uit Breda. En wat voor pillen waren dat dan? Pervertine. Dus als je kon het dan iedereen zijn ogen zien. Als je Woutje Wachtman zag, dan had hij hele gele ogen naar iemand die geelkoort of geelzucht had. En dat was pervertine. En ik heb er eens één gezien, die was gevallen. En die had zich ook geïnjecteerd. Dat was net een schuimblusser. Kwam al uit zijn mond. Was dit een schuimbeurs? Ja. Kijk, zulke dingen, dat vind ik niet leuk. Waarom doen mensen het dan? Wat denk je? Als je in de ploeg rijdt en jij gaat niet mee, dan krijg je een schop onder je hol. Voor jou wordt het naar jou een ander. Ik heb wel gebruikt daarna, dus met dat doorlopen heb ik wel gebruikt. Wel, want ik moest dag en dag doorlopen. Dus, en wat gebruikte je dan? Met z'n drieën. Meeste drinken van die pilletjes gewoon, meeste drinkjes en zo. Als je er dus 3-4 op had, dan kon je helemaal doorlopen. Ja. Het is nu 10:50. Het hele parcours is dus nu open voor trainingsdoeleinden. En dan gaan we naar alle verkeersregelaars om dit zo goed mogelijk te begeleiden. Christian. Hallo. Die is er niet, nee. Ik ben Leen van Wingerden. Hallo. Maar ik ben geen groepsleider, nee. En jullie, waar gaan jullie heen? Ook de Willemsbrug ook? Willemsbrug. Melden AUB. Ja, ik denk maar even kijken. Ja. Zullen we eens even kijken. Ik wacht hier even. Ja, goed jongen. Ik sta door Trilling. Mensen ontvangen. Vips. Wacht maar even, ik zal even kijken. Ja. Op de Willemsbrug. En dan doe je uit om zo dadelijk de publiciteitskaravaan te begroeten van de 97e Tour de France die vandaag hier in Rotterdam van start gaat. Nummer 10 is dit. Dus 11, 12, 13, 14. Dit is 10. Nou, prima. En u bent daarvoor ingehuurd of ja. Als vrijwilliger? Als vrijwilliger. Ja,
En het is wel leuk om ja, te natuurlijk. De eerste zijn binnen constant, geloof ik. Ja, ik heb de eerste even naar binnen. Deze meneer heb ik ook al de weg geweest. Ik nee, voorstel alleen van Wingen is mijn naam. Van harte welkom namens Rotterdam Le Grand Depart. Oké. Okay. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. U zit op een bepaald nummer. Van harte welkom namens de gemeente Rotterdam Le Grand Depart. Ik wens u een hele fijne middag toe. Weet u waar we moeten zijn? Ik zet... welk nummer? Welk nummer is dat? Nee. Ja, nou, zijn... er staat daar weer een nummer op. Ik heb een jaar beroepsrenner gereden en, bij de mannen, hè, bij Carstens en noem maar op, en Zoetemelk en noem maar op, al die grote mannen. Die reed toen ook die wedstrijden. En daar heb ik een jaar mee gereden en toen ben ik uitgeschreven. Waarom bent u ermee uitgeschreven? Nou, het ging te veel kosten. En ik had een maar je was toch beroeps? Ja, ja, maar je kreeg natuurlijk niks. Want als je niet, niks heeft, ja, je kreeg een contractje. Dan ben je thuis gestuurd en kreeg je reisvergoeding. En dan was het. De rest moest je zelf maar doen. Ik ben in 64, ja, moest ik ook gaan trouwen. Dan moet er brood op de plank komen. Dan kan je niet zeggen, joh, ik ga voor een appel en een ei blijven rijden. Want ik was onafhankelijk en ik reed voor Wolber. Nou, en als je voor Wolber reed, wat kreeg je? Premies. Wat geld dan als je een goede prijs reed? Maar je kreeg allemaal banden van Wolber, want dat is een bandenfabriek. Dus daar kan je niet van leven. Maar mijn beste jaren waren, zo hard heb ik nooit meer kunnen fietsen, 48, 49 en 1950. Dat waren uw beste jaren? Ja, toen. Ja. Ik heb naderhand nog wel goed gereden, maar zo hard als ik toen kon fietsen heb ik nooit meer gereden. Ja, dat was toch in die periode ook dat je gevallen bent, of niet? Wat? Dat je gevallen bent. In 52 ben ik erg gevallen, ja. Toen. To be honest, it's on Saturday, not tomorrow, but tomorrow. You're right. Tell us how you make. Kijk, dit geluid, dit moet er een van ons zijn, dat kan niet anders. Ja, hoor. Denk wel. Ja, komt hij aan. Casing, onze topper, hoor eens. Dat publiek. Ja, kijk, geweldig. Ja, iedereen staat ook beneden, geweldig. Ja, die zit goed in een flow. Geweldig. Hoor je dat, die golf van geluid? Dat is de Rabo-renner. Dat is constant. Ja. Mooi. Moeten we even goed naar luisteren. Ja. Jullie hebben op het laatste moment nog wat van de Rabobankgevel moeten verwijderen, hè? Ja, wij hadden daar een hele mooie uiting gedaan. Met name gewoon voor onze betrokkenheid met het wielrennen, de verbondenheid daarmee. En we hadden gewoon een finishstreep gezet met daaronder de kleine lettertjes Tour de France. Alleen op maandag kwam de grote marketingdirecteur van de ASO langs. En die zei van, nou ja, het ligt er wel heel dik op, Tour de France en Rabo. Die link is te dicht bij hetgene wat we hebben met Krediet Lyonnais, met de zonsponsor. En we hebben gelijk ook met Koert overlegd. Jongens, wij maken inderdaad een pas op de plaats erin. We zijn een gentleman. En we halen ook gelijk die lettertjes af. We hebben dezelfde dag eraf gehaald. En daar hebben we geen probleem mee. Dat klopt, Koert. Ja, ik, toch? Ik vind dat het hoort in de afspraken die er zijn. En als zij dan vinden, hoe miniem ook, dat er een kleine overtreding is. Nou, dan gaan we daarmee aan de slag. Ja. Prima toch? Ja, dat is belangrijk voor de plaatsing. Dankjewel. Alsjeblieft. Mooie reclame voor Rabo.
Die hebben er alleen, hè? Ja, ik heb ook een vriend. En een vriendin. Wie, die kinderen? Hier, de kinderen wel. Dankjewel. Bravo! Met een mooie houding van tijdrijden. Zijn houding, zijn armen, zijn haars. En hij zit dus echt laag op de fiets voor de aerodynamica, om zo min mogelijk luchtweerstand te krijgen. Denk maar als hier op je plaat gaat, dat je dit morgen een keer vergeet hoor. Je schuift uit die dranghek in. Met zo'n snelheid. Ik denk dat ik, wat was ik, 6, 27 jaar ongeveer was ik, toen ben ik gestopt en dat is gekomen. Ik reed in de ronde van Alkmaar en toen waren we ook met een man of 10 weg. En er kwam een valpartijtje voor mij en toen hadden we nog geen helmen, geen valhelmen. Ja, hoe ze het dan noemt, een valhelm, dat is gewoon normaal. Nu wel natuurlijk. En nou ja, ook een jongen, hele goede kennis van me. Die komt met zijn hoofd tegen de stoeprand terecht. En die was op slag dood. Echt waar. En toen ben ik gestopt. Is die zo geschrokken? Ben ik zo geschrokken. Ja. Hoe eindigde mijn Tour de France carrière? Ja, dat je niet meer geselecteerd wordt voor de Tour. Ja. Ja. Dat er anderen beter zijn. En dan is het voorbij. Dan rij je de Tour niet meer. En een ploeg die wordt samengesteld uit de beste renners van de ploeg. Nou, en als jij daar niet bij bent, dan ga je niet mee, klaar. Wat vond u daarvan, dat u niet meer mee mocht doen? Ja, wat vond je ervan? Ik lag er eigenlijk op laatst niet meer wakker van. Nee? Nee. Als hij dus... Het is allemaal prachtig, maar je moet wel mee kunnen doen. En als hij iedere dag afziet, dat hoeft van mij niet. Nou, ik had een contract voor de Ronde van Nederland bij de beroepsrenners. Ik zeg nou, ik zeg tegen mijn maat, ik zeg maar, dan gaan we zondag een goed tent rijden. Maar als hij in de Ronde van Nederland goed reed, kwam hij ook vanzelf in de ploeg voor de Tour de France. Nou, we reden bij Zoeterwoude en daar steek ineens een kleine jongen de weg over. Nou ja, verder weet ik niks meer. Ik weet enkel dat ik bijkwam, maar lag ik in het ziekenhuis. Dus toen heb ik 6 weken lang plat gelegen. En die Ronde van Nederland heeft hij dus nooit kunnen rijden? Ja, laderhand, maar toen was het beste er bij me af. Heeft u uiteindelijk de Tour de France wel bereikt? Nee. Er is één baas boven baas, Cancellara. En vandaag wint hij in Rotterdam. En daar komt hij, 29 jaar. Fabian Cancellara pakt opnieuw het geel. Zoals hij dat een jaar geleden eigenlijk op dezelfde wijze deed. Hij is met afstand de beste tijdrijder van deze planeet. Voilà, bonjour à tous. Première étape, Rotterdam, Bruxelles. Départ dans quelques minutes. Très très bonne journée. Arie, ga eens rechtop zitten. Zo zitten we niet uit de wind. Kom. Ha, kom maar. Ja, nee, niet onder in die beugel. Kom. Onder in de beugel, zo.